Deze week in Lembourgeois, de grote dure tentoonstelling in Aken, samengesteld door de Limburger Peter van der Brink. In het Zuurmond Ludwig Museum in Aken is tot eind oktober een internationaal gelauwerde tentoonstelling te zien van de bekende Duitse schilder Albrecht Dürer. Met veel werken gemaakt tijdens zijn reis naar de Nederlanden en Vlaanderen in 1520 en 21. Met deze prestigieuze expositie neemt de Limburger Peter van der Brink tevens afscheid als directeur van het museum. Hoe groot in omvang is deze expositie eigenlijk? Want het is echt wel iets waarvan je zegt, die heb je niet elk jaar. Hij is heel groot, Jo. Ja. In totaal hebben we de hele benedenverdieping gebruikt voor de tentoonstelling. En daar zitten 191 kunstwerken zijn er te zien. Tekeningen, schilderijen, beelden, een medaillon, glas en lood, maar ook brieven van Dürer bijvoorbeeld. Een kaart uit 1500 met erop de route die je kunt volgen. Er is van alles te zien, maar vooral heel veel tekeningen. Ja. Omdat dat hetgene is wat Dürer deed in 1520, 21 in Antwerpen, maar ook in Aken en de andere plaatsen die hij bezocht. Ja. Waaronder Zeeland en, dan nog en Limburg. Ja, niet te vergeten. En dan nog een aantal schilderijen van tijdgenoten. Ja, er zijn schilderijen, ook tekeningen en prenten van tijdgenoten. Van Lucas van Leiden, van Jan Gossaert, van Quinten Metzijs, maar ook van Holbein, ook van Cranach. Van heel veel andere kunstenaars, maar ja, vooral de Nederlandse kunstenaars, want daar gaat het natuurlijk voornamelijk om. Dit heeft als thema zijn reis naar de Nederlanden, inclusief Vlaanderen. En we hebben hier te maken met een Nederlandse directeur. Is dat dan een logische voorkeur of is dat toevallig het thema van de expositie? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Maar ik denk dat ik hem met ja en met nee moet beantwoorden. Ja, in de zin van zeker speelt het een rol dat het in de Nederlanden was. Maar het is zeker niet doorslaggevend geweest. Het belangrijkste was dat ik er een heel spannend verhaal in zag waar, vind ik, filmisch, zou je kunnen zeggen, want het is bijna een filmische tentoonstelling, is daar heel weinig mee gedaan met de enorme hoeveelheid inzichten die verborgen zijn in zo'n reisboek, maar ook in zijn kunstwerken, en de vele kunstwerken die hij heeft gemaakt. Dus je hebt ook een goede keuze uit dingen die je kunt gaan uitzoeken voor zo'n tentoonstelling. En dat maakt het natuurlijk de weg sowieso en naartoe heel spannend. Maar het verhaal van die tentoonstelling, het verhaal van wat we willen vertellen hier, die reis door de Nederlanden, die is zo rijk en daar is eigenlijk nooit iemand op de gedachte gekomen om er iets mee te doen. En dan met zo'n kunstenaar, dan denk ik van, jongens, waar hebben jullie allemaal zitten slapen de afgelopen 50 jaar, hoe zit dat? Heel hard gewerkt om al die dingen bij elkaar te krijgen. Want uit heel veel bekende musea. We hebben 80 bruikleengevers, dat is een enorme hoeveelheid. En tot en met het Louvre. Louvre, Albertina, Metropolitan Museum, National Gallery of Art in Washington. Zelfs het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston, die eigenlijk nooit uitlenen, hebben dus eigenlijk voor het eerst nu hun dure portret uitgeleend. Het is de eerste keer sinds 1902. Dat schilderij is uitgeleend, überhaupt. Dus dat zegt ook wel iets, denk ik. En dus ik kon iedereen wel goed overtuigen van de kwaliteit van de tentoonstelling. Dat hielp later ook toen duidelijk werd dat de National Gallery de partner werd. Dat opende ook in Londen. In Londen. Ja. Maar wij zijn toch lekker eerst en zij komen pas in november. We zien dus veel tekeningen van Dürer, maar hij schilderde ook en laten we zeggen, als de beste. Hij was natuurlijk een uitmuntend schilder en dat wilde hij ook laten zien. We weten dat hij ongeveer 20 schilderijen heeft gemaakt tijdens die reis. En wat je hier ziet is een koopman uit Danzig.
En we weten ook hoeveel hij ervoor betaald heeft, namelijk 8 gulden. Kijk. Dus een gulden fooi aan de dienstmaagd en een ducaat voor Dures vrouw Agnes. Ja, dit is een heel herkenbaar schilderij, hè? Toch? Ja, het is een, denk ik, Albrecht Dürer's meest beroemde schilderij. Het is ook in ieder geval het meest gekopieerde schilderij van Dürer. Want er zijn echt honderden kopieën nagemaakt in de 16e eeuw. Allemaal met dezelfde titel? Allemaal met dezelfde titel, allemaal de heilige Hieronymus. En wat is de bedoeling daarvan, de symboliek? Hij wijst op de schedel, wat natuurlijk ook als je naar zijn blikrichting kijkt, een waarschuwing is voor de mensheid dat het leven slechts tijdelijk te huur is. Ja, het leven en is eindig. Het leven is eindig, memento mori, zoals we dat zeggen. Gedenk te sterven, je zal met zekerheid een einde aan je leven komen en wat er daarna gebeurt is afhankelijk hoe je geleefd hebt. Denk ik daar ook een beetje van, Dürer, dat was dan, ja, laten we maar zeggen, een popster, toen al een beroemde schilder, wat niet alle schilders hebben meegemaakt tijdens hun leven. Hè? Oh, absoluut niet. Van Gogh en vele anderen die pas daarna beroemd werden. En het is tevens ook hier uw afscheidsexpositie, althans van dit museum. Is het dan ook dat qua kunstcarrière of hebt u alweer nieuwe plannen voor na de Akense periode? Volgend jaar ga ik op mijn gemak nadenken wat ik zou willen. Maar ik denk dat ik vooral onderzoek zal blijven doen. Veel zal gaan schrijven. En ook de nodige verzamelaars zal gaan ondersteunen met mijn advies. Dat doe ik nu al een paar jaar. Ja. En dat vind ik ook leuk. Dus het vinden van kunstwerken op veilingen of en die ook door mensen kan laten kopen, is ook echt heel erg leuk.